Zo dadelijk in het late nieuws. Nederlander gegijzeld in Liberia. En demonstratie tegen Jeltsin in Moskou. Dat en meer na de reclame. Wordt u wel eens ten onrechte voor een televisiepersoonlijkheid versleten? En levert dat vervelende of juist komische situaties op? Binnenkort praten we in de Zevende Hemel over de voors en tegens van dubbelgangers. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Meer informatie kunt u vinden op pagina 442 van RTL Text. Maar u kunt ook een kaartje sturen naar postbus 1575 1200 BN in Hilversum onder vermelding van de Zevende Hemel. Want televisie is te leuk om onbesproken te laten. Loop samen met de Gouden Gids door de programma's van RTL 4. Morgenavond na Baywatch en Home Improvement voetbal in RTL Sport. U ziet onder andere Bayern München tegen Werder Bremen en Guus Hiddinks Valencia tegen Barcelona. Daarna het programma De Vierde Kamer. Ton Elias en Katrien Keil ontvangen dit keer de commissaris van de Koningin in Groningen, Henk von Hof. Dat en meer morgenavond bij RTL 4. Het RTL 4 Nieuws met Vivian Boelen. Dames en heren, goedenavond. In Liberia hebben opstandelingen 4 medewerkers van de Verenigde Naties gevangen genomen. Onder hen is 1 Nederlander. De 4 worden ervan beschuldigd samen te werken met 1 van de strijdende partijen in de burgeroorlog die het land teistert. Het is niet bekend waar de VN-mensen worden vastgehouden. De VN-medewerkers zijn afgelopen donderdag gevangen genomen door aanhangers van rebellenleider Charles Taylor. Ze bevonden zich op dat moment in het hoofdkwartier van Taylor in Midden-Liberia. De VN'ers, waaronder dus een Nederlander, zijn in het land als ontwikkelingswerkers. Volgens Taylor hebben ze strategische informatie doorgegeven aan de West-Afrikaanse vredesmacht in Liberia. Deze vredesmacht is in de zomer van 1990 ingesteld door de buurlanden om een eind aan de gevechten te maken. Maar sindsdien zijn de troepen jammerlijk in de uitzichtloze oorlog verstrikt geraakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt geen directe actie te ondernemen, maar hoopt dat de VN de 4 door middel van onderhandelingen vrij kan krijgen. De Nederlandse hoogleraar Kalshoven is benoemd tot voorzitter van de VN-commissie die de oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië gaat onderzoeken. Kalshoven verwacht dat het zeker een jaar zal duren voordat het rapport met de bevindingen van de commissie aan staatssecretaris-generaal Boutros Ghali zal worden overhandigd. De commissie zal informatie onderzoeken over oorlogsmisdaden die is ingebracht door regeringen en instanties, zoals Amnesty International, die gisteren gruwelijke Joegoslavië toonde. Het zijn de buren die elkaar aan het vermoorden zijn. Het zijn de families die uit elkaar gerukt worden. Het is eigenlijk een land waarvan iedereen dacht dat is een goed gezond land en een fijn vakantieland. En nu zie je dat daar werkelijk alle misdaad gepleegd wordt die je maar kan voorstellen. De bedoeling is dat nauw wordt samengewerkt met de speciale VN-afgezant voor de mensenrechten, Mazowiecki. Onze taak is om al die gegevens die door hem en door vele anderen zijn en worden aangedragen, om die te analyseren en te verwerken, zodat ze eigenlijk eventueel in een strafproces bruikbaar zouden kunnen zijn als er een strafproces zou komen. Maar in ieder geval dat soort materiaal moeten wij dus produceren. Noemt u het een eervolle maar moeilijke opdracht? Eervol, buitengewoon moeilijk en zowel emotioneel, moreel als ook politiek gevoelig. Problemen voor vrachtwagenfabrikant DAF. Het concern gaat de komende 5 weken de productie drastisch beperken. Alle fabrieken zullen 5 weken lang 2 dagen per week worden stilgelegd. De maatregelen zijn nodig omdat de markt voor vrachtwagens is ingezakt. Onder normale omstandigheden werkt DAF met voorraden die vervolgens worden verkocht. Maar door het uitblijven van orders lopen die voorraden nu te veel op. Uiteindelijk is het goedkoper de productie te verlagen dan de voorraden op te laten lopen. Volgens een woordvoerder wordt de productiebeperking gebruik gemaakt van ATV-dagen. De werktijdverkorting heeft dan ook geen gevolgen voor de salarissen van de werknemers.
DAF is niet de enige vrachtwagenfabrikant met problemen. Eerder hebben Volvo en Mercedes-Benz al ingrijpende reorganisaties aangekondigd. Of de maatregel na 5 weken kan worden opgeheven, hangt af van de ontwikkelingen in de markt. In Brussel hebben meer dan 10.000 jongeren geprotesteerd tegen racisme en fascisme in Europa. Tot de demonstratie was opgeroepen door de Europese organisatie Jongeren tegen Racisme in Europa, de YRE. Voordat de demonstratieve mars begon, waren er optredens van diverse bands en sprekers. De belangrijkste boodschap van de dag: stop het racisme en fascisme in Europa. Dit werd onderstreept door een bestuurslid van de organisatie, Katrien Lamer. Ze woont in Rostock, de plaats die de afgelopen weken het toneel was van agressie tegen buitenlanders. Ik wens jullie een tollen dag en dat het wirklich een goede demonstratie in kamp tegen racisme en fascisme wordt. Daarna volgde de tocht door het centrum van Brussel. De jongeren waren afkomstig uit 16 Europese landen. De mars werd mede betaald door de Britse Mijnwerkersvakbond. Maar ook vakbonden in andere Europese landen hebben geld geschonken. De demonstratie verliep zonder incidenten. En ook in Moskou werd vandaag gedemonstreerd. Hierdoor duizenden verstokte communisten die protesteerden tegen het beleid van de Russische president Boris Yeltsin. Yeltsin zelf kwam in spoedzitting bijeen met zijn kabinet. Daar werd besproken hoe het nou verder moet met de economische hervormingen, waartegen het verzet steeds groter wordt. Veel communisten van de oude stempel trokken naar het standbeeld van Lenin in het centrum van Moskou. Vorig jaar augustus werd de communistische partij verboden, maar vandaag wapperden weer rode vlaggen met hamer en sikkel boven de Mensenzee. En de ene na de andere spreker spuide hevige kritiek op Yeltsin. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de vloedgolf van etnische conflicten in de voormalige Sovjetrepublieken. En hij zou Rusland, over het hoofd van de Russen, uitverkopen aan het Westen. Even verderop in Moskou nog een betoging tegen Yeltsin. Deze was georganiseerd door het zogenoemde Front van Nationale Redding. Een mengelmoes van volbloedcommunisten en neofascisten. Zij riepen het volk op om tegen Yeltsin in het geweer te komen. Deventer is de koekstad. Rotterdam is beroemd om zijn haven. Maar voor glas moet je in Leerdam zijn. En om dat te accentueren heeft de stad sinds vanavond een glasplein. 49 glassculpturen moeten het imago van Leerdam als glasstad versterken. Met plechtig hoorngeschal werd het plein vanavond officieel geopend. Overdag doen de glazen kubussen met daarin figuren van blauw neon dienst als zitjes. 'S Avonds is het een alternatieve straatverlichting. De meeste Leerdammers zijn enthousiast over het plein. Nou, ik vind ze prachtig. Waarom? Nou, het is een mooi gezicht. Een van de ontwerpsters over het idee achter de kubussen. Ik heb er glazen kubussen neergezet. En in die glazen kubussen, daar zit dus een geheim, een mysterie. En dat is dus iets wat je meer op pleinen moet hebben. Het mysterie van het leven, denk ik. En de Leerdammers lijken te begrijpen wat ze bedoelt. En dan voetbal. In de Eredivisie zijn vanavond 3 wedstrijden gespeeld. PSV Groningen 3-0, Cambuur Leeuwarden FC Den Bosch 2-1 en Go Ahead Eagles Fortuna Sittard 4-2. En dan kijken we nog kort naar ander nieuws van vandaag. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt niet dat het luchtverkeer met Boeing 747 vliegtuigen boven Nederland verder beperkt moet worden. Toch wijst een Amerikaans onderzoek uit dat de motorophanging bij deze toestellen vaak in slechte staat is. Bij veel zogenoemde borgpennen zijn corrosie en scheuren ontdekt. De KLM zegt geen problemen met de pen te hebben. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het verplicht vaccineren tegen ernstige besmettelijke ziekten zoals polio. CDA en VVD zijn tegen, PvdA is voor. Alle partijen vinden wel dat het inentingsbeleid op de politieke agenda moet komen. Het kabinet heeft al een discussiestuk opgesteld dat volgende week naar de Kamer wordt gestuurd. En in de hoofdstad van de voormalige Sovjetrepubliek Tajikistan zijn zware gevechten uitgebroken. Dat gebeurde nadat aanhangers van de verdreven president Nabiyev een staatsgreep hadden gepleegd in Dushanbe. Ze bezetten onder andere het parlement van Tajikistan. Russische legereenheden die zich in de republiek bevinden hebben vanuit Moskou opdracht gekregen neutraal te blijven.
Morgen wordt in Egypte een van de belangrijkste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Precies 50 jaar geleden stonden bij El Alamein een Duits en een geallieerd leger tegenover elkaar. De veldslag die volgde betekende het begin van de Duitse terugtocht uit Noord-Afrika. Ook de Britse premier Major is naar Egypte gekomen om El Alamein te herdenken. Vandaag werden de laatste voorbereidingen getroffen. Op deze vlakte in de woestijn ontmoeten de legers elkaar. Het Afrika-korps van veldmaarschalk Erwin Rommel tegenover 200.000 geallieerde troepen onder leiding van generaal Bernard Montgomery. De slag begon toen meer dan 900 geallieerde kanonnen het vuur openden op de Duitse stellingen. Alleen al de eerste nacht werd 100 ton aan granaten afgevuurd. Al gauw werd de infanterie met voorop de Schotse hooglanders de mijnenvelden ingestuurd op zoek naar de vijand. In de eerste aanval werden honderden soldaten neergemaaid. Montgomery dacht 12 dagen nodig te hebben om het Duitse verzet te breken. Hij rekende op een verlies van 12.000 manschappen. Beide voorspellingen kwamen uit. Na 12 dagen moest de Duitse woestijn volgens Rommel de aftocht blazen. Zijn Afrika-korps bleef brandend achter in de woestijn. Nu, 50 jaar later, keren de woestijnratten terug naar El Alamein. Niet om te vechten, maar om de jongens te herdenken die ver van huis een voortijdige dood vonden. God, there's a long line of the Black Watch there. Ah, Duncan, what a waste, eh? En dit was het late RTL 4 nieuws. Na de weersverwachting kunt u nog kijken naar de film Hellbound Hellraiser 2. We zijn er morgenavond om 6:30, dan ook met het weekoverzicht. Graag tot morgen. Renier van den Berg werpt een deskundige blik op het weer van de komende dagen. Het weerbericht, straks bij RTL 4. Osborne, een trotse sherry. Woensdag in Amsterdam, donderdag in Stuttgart, daarna in New York, Los Angeles en Atlanta. Als het om zaken doen gaat, gelooft hij meer in een persoonlijk gesprek dan in een fax. Dit jaar vliegt hij meer dan 150.000 kilometer met ons. Omdat hij weet dat niemand hem beter begrijpt dan wij. Bij Delta Airlines zeggen we, we love to fly and it shows. En dat merkt u. De buien met hagel en onweer gaan er vannacht uit, maar daarvoor in de plaats krijgen we een heleboel regen door een venijnige depressie die in een sneltreinvaart vanaf de oceaan onze kant op komt en morgen aan het eind van de dag waarschijnlijk boven het noorden van Nederland ligt. Eén ding is daardoor zeker, het gaat morgen lange tijd regenen, maar de vraag is hoe hard het gaat waaien en dat hangt heel sterk af van de exacte koers van de depressie. Trekt die over het noorden van Nederland, dan met name boven West-België, ook misschien in Zeeland aan het eind van de dag veel wind. Trekt hij nog wat verder naar het noorden, dan wellicht in heel Nederland aan het eind van de dag erg veel wind. Trekt hij daarentegen iets verder naar het zuiden, dan concentreert de sterkste wind zich gewoon op West-Frankrijk. Vannacht in ieder geval de bewolking die erin komt en morgen overdag breidt de regen zich in de ochtend al heel snel uit over het hele land. En overdag gaat het dan op overal van tijd tot tijd behoorlijk stevig regen. En ik denk dat er op veel plaatsen 10 tot 15 mm regen gaat vallen. De wind waait eerst uit het zuidoosten. Daarbij blijft het vrij koud, 8 tot 9 graden. Maar aan het eind van de dag, achter de depressie, draait de wind naar zuidwest tot west. En wakker dan behoorlijk aan, langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. En ook in West-België, in de avond waarschijnlijk een stormachtige
west-zuidwestenwind. En bij die zuidwestenwind is het tijdelijk wat zachter. 11 of misschien wel 12 graden. Heel onbestendig weer dus. En het blijft zo waarschijnlijk de hele komende week, de hele laatste week van oktober, van tijd tot tijd heel nat en onstuimig weer. Het allerbeste weer misschien van de week op maandag. Waarschijnlijk maandagmiddag wat meer opklaringen. Nog steeds kans op een bui. Daarna nieuwe depressies erin komen. Meer bewolking, opnieuw regen en wellicht op woensdag of donderdag ook weer een heleboel wind. En die nachttemperaturen, eigenlijk niet zo gek interessant, die zwabberen zo een beetje rond de normaal van 5 graden. Weer of geen weer, altijd Centerpart weer. Vrienden voor het leven, met Happy of Weer. De deur naar de hel staat op een kier. Durft u om de hoek te kijken? Hellraiser 2, straks bij RTL 4. The Highlands. The Grouse. The Whiskey. The famous Grouse. Finest Scotch whiskey. Raised in the Highlands of Scotland. Zin in een spelletje? Maar eerst de film.